In tal van geïllustreerde weekbladen zie je geregeld fotoreportages over mode. Daarvoor zijn mannequins vaak dagen in de weer in kleinere of grotere studio's, waar ze soms roerloos moeten blijven staan of allerlei onnatuurlijke houdingen moeten aannemen. Afhankelijk van de mode zelf, maar meer nog van de smaak van de fotograaf, die het ene rolletje na het andere volschiet. Er zijn fotografen die vinden dat regenkleding het best geshoot kan worden in de regen. Ook al is dat bij een temperatuur van 4 graden voor een mannequin nauwelijks een pretje te noemen. Maar als je goed in beweging blijft, zoals fotograaf Ronnie Hertz dat wil, dan worden de kansen op een longontsteking aanzienlijk kleiner. Hertz koos als decor de Nieuwe Dijk in het hart van de hoofdstad, waar enkele late cafébezoekers zich de spectaculaire show niet lieten ontgaan. Het resultaat van de urenlange nachtelijke inspanning. 4 foto's in een weekblad. Dat geen plaats inruimde voor de spontane reactie van deze voorbijganger.